Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe enge zondag. Holy shit, kwam dat uit mijn mond. Ja, dat kwam uit mijn mond. Ik hoop dat ik dit weer terug kan brengen, enge zondag. Ik zal eens even een beetje uitleggen waarom dat niet meer was. We hebben twee keer, buren. Mijn vader die overdrijft nog wel eens. Maar die zei dat de buren achter huis stonden toen ik af en toe gilde. Vooral onder oudlessen zo. En mijn oude vader vooral, die schaamt zich daar een beetje voor. En ik zelf, dan denk ik ook van, ja, dat zit ik weer als een maloot om mijn kamer te schreeuwen. Maar ik heb het nu weer gezegd en mijn ouders die zijn nu zelfs weg, weet je. Ik heb het wel gezegd, maar ze zijn zelfs weg. Dus ik kan zo hard gillen als ik wil. Ook al woon ik nog steeds in een Rijntjeshuis en heb ik nog steeds dezelfde buren. Maar dat boeit me nu geen ene flikker. YOLO, zeggen ze dan wel eens. Ook al is er niet echt iets spannends. Maar dit is het spel, The Deep Well. Ik heb geen flauw idee hoe het op mijn computer komt. Want ik heb nog 3 of 2 spellen van die ik ooit wil opnemen voor Enge Zondag. Maar waarvan het nooit is gekomen. Dus ik dacht, laat ik deze eens proberen. En ik zie dus een put en het heet The Deep Well. Dus dat is heel erg logisch. En er staat hier een nieuw game en dan druk ik gewoon op. En dan staat er links boven mijn FPS. Ik weet niet of dat handen nut heeft. En dit is trouwens heel dom van mij dat ik dit met Dextory opneem. Want dan is het nog iets donkerder. Dus ik moet even mijn, hoe heet het, veranderen. Tot zo. Oké? Ja? Oké, we zijn weer terug. Jongens. Oh mijn god. Bij E. Pressing. Oh mijn god, ik heb een zaklantaarn die echt heel erg. Wat staat er? Use the left mouse button to interact with your currently selected item. Oh, what the fuck man, wat gaat het snel? Oh, er liggen hier nog meer batterijen. En die worden heel mooi blauw, dus we moeten het op E drukken. En dan, hoe doen we dat? We kunnen dus scrollen. R met R. Dan, oh mijn god, dan recharge hem en dan heb ik batterijen erin. If you walk around in the dual lucidity, okay, dus het is een soort van, dat is een soort van amnesia, en met shift kan ik rennen. And you go to the opposite corner of the maze. Maze? Nee, geen maze, alsjeblieft geen maze. Daar heb ik helemaal geen, holy tieten. Ik heb nog een zaklamp, dat is wel heel mooi, dus we moeten gaan rennen ofzo, ik heb geen flauw idee. The opposite corner of the maze. Oké, dat wordt nog nog echt behoorlijk zoeken. Ik ben niet echt goed in mazes en de laatste keer dat ik in een echte maze was of in een echt doolhof, ja, dat kan ik me bij gods mensenheugenis niet herinneren. Misschien was dat ergens in een pretpark of zo, denk ik. Ik weet het serieus niet meer. Dus als ik heel lang moet zoeken, dan... Hallo? Oké, daar wil ik niet naar kijken. Wat is dit? Kan ik bukken of zo? Zet, X, nee. Oké, daar kan ik laten zien wat ik allemaal heb. Ah! Oeh, bavianenneukerij. Oeh, dankjewel. Nee. Oeh, shit, hey. We moeten naar de opposite corner en ik ben nu alweer bijna dood. En wat is dit voor corner? Ik moet denk ik gewoon een ster op vinden of zo. Dat lijkt mij. Of is dat niet logisch? Dat ik een trap moet vinden. En hij ademt ook weer zwaar, jongen. Die kerel heeft weer eens astma. Ik heb het fucking serieus gehaald. Check dat dan. Ik heb het gehaald. Did you know the mannequin was a creation of the cults in the 16th... Nee, dat wist ik niet. Oké, dat was... Oh, we hebben nu de tweede maze. Lichtje aan, hartstikke mooi. Oh, dat ziet er al een stuk... Oké, we beginnen hier. Waar was het? Hier ergens. Dus we moeten naar de opposite corner of the maze. Dus we moeten daarheen. Oké, we gaan gewoon daar heel naartoe blijven kijken. En dan alles wat ik tegenkom, ja, dat is dan maar pech gehad voor mij. Ja, nou, we gaan gewoon rennen. En die kerel die heeft echt last van zware astma. Dat moet je mij... Holy tiebe, wat is dat? Dat is bloed of zo op de muur. Nou, dat zal... dat ding werkt ook voor geen meter. Als we nou naar de vloer blijven... Nee, dat werkt ook niet. Ik denk dat ik toch op zoek moet ook naar batterijen. Want zoals je ziet werkt die dingetje, of hoe dat ding, ja, die zaklamp, zoiets een ding, werkt niet echt al te goed. Nee, dat is serieus zo, dat dat ding niet goed werkt. Maar dat hadden jullie denk ik ook al lang door. Ja, die hebben jullie zo dom zijn jullie niet, hè? Nee, dat mag ik vanuit gaan, toch? Dat jullie niet dom zijn. Nee. Niemand is dom, Melvin, niemand is dom. Alleen, we zijn niet allemaal even slim. Dat vind ik een mooi verwoord. Dat vind ik echt mooi verwoord, echt waar. Die zaklamp die werkt echt voor geen meter, merk ik. Dus dat is bagger, dat is mooie poep. Zaklamp, dat werkt echt super.
Uh-oh. Zaklamp die is Oh mijn god! Tieten! Holy tieten, kijk, ik heb hem gevonden! Maar ik moet dus wel batterijen vinden en... Oké, okay, hint. Batteries can be used to recharge... Oh, oil. Oil. Oil lamps. Hebben we olielampen? Nee, we hebben toch geen olielampen. We moeten dus nu op zoek naar batterij. Hallo? Oh, oh. Eeuw, er is bloed. We moeten op zoek naar batterijen. Dus waar hebben wij batterijen? Batterij, waar ben jij? Kut, hij is nu serieus leeg. Batterijen, fucking mooi. We hebben batterijen, we kunnen nu weer ons licht gebruiken. Helemaal mooi, holy tieteman. Ik vind dat trouwens een leuk woord om te zeggen. Ja, nieuwe scheldwoord. Hallo? 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 Wat is dat voor geluid? Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Dankjewel. Dankjewel. Hallo, kerel. Voor mij zit er iets achter me. Holy shit, het loopt door. Oh nee, kijk, ik kon hier om. Oh nee, oh, ik dacht even dat. Oh mijn god, er ligt nog meer. Nee, oil. Voor een oillamp. Maar ik heb helemaal geen olielamp. Dus het is mooi balen dat ik geen olielamp heb. Ja, ik hoop dat we er eentje vinden, weet je. Maar ik zou net wat zeggen. Oh ja, holy tieten. Holy tieten, dat vind ik een. Dat is een. Ja, nieuw scheldwoord, dat klinkt zo raar, maar. Dat is mijn scheldwoord als iets niet gaat zoals ik het wil. Helemaal als ik game. Je kan wel keihard gaan schreeuwen, je controller en alle frustratie eruit gooien. Maar holy tieten, dat moet je gewoon maar eens echt gaan gebruiken hoor. Holy tieten, dat werkt gewoon. Dat moet je maar. Dat is serieus gewoon chill om te zeggen. Dat klinkt heel raar en dat is het ook. Dat is ook serieus heel raar dat ik dat zeg, maar. Die geluiden die klinken ook niet al te mooi. En wat hebben we hier nog meer op de grond? Niks volgens mij, nee. Hallo? Kan ik hier doorheen? Nee. Oh, we kunnen hier rechts. Kijk, mooi zo. What the fuck? Hoe ligt het hier ooit? The fuck? Hallo? Oeh, dat klinkt niet goed. Dat klinkt niet goed. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god, loop dood! Holy tieten! Holy kut! Dit gaat niet zoals ik had gepland. Dit gaat niet zoals ik had gepland. Zo goed de eerste twee dingen gingen, zo slecht gaat deze nu. Dat lijkt wel een beetje op Slender, maar dan in een maze, weet je. En dan dat er iets. Nee, batterijen weer leeg. Ik weet nog niet waar ik loop, jongens. Dit gaat helemaal verkeerd. Ik moet maar weer naar de grond kijken, want. Die... Wat de hel? Bavianenneukerij. Nee, dankjewel. Dankjewel. Ik heb hier helemaal geen behoefte meer aan, jongens. Jeetje, man. Waar zetten jullie mij ook neer? Op mijn ka... Oeh, die wil ik niet aanzien. Nee. Ik zit hier weer aan. Nee, batterijen. Alsjeblieft. Kan ik niet die olie gebruiken voor mijn zaklamp? Ja, we gaan gewoon die hele zaklamp in de olie smeren, weet je. Of, nee, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Ja, we kunnen misschien als ik dan een zaklamp aan... Een aan... Oh mijn god, wat... Holy tieten, dankjewel. Holy tieten, dankjewel. Holy tieten. Waar is die kerel? Ik heb het over een zak. Ik heb het over een aansteker. En wat vind ik? Een aansteker. Weet je hoe fucking toevallig dat is? Dat is echt fucking toevallig. Maar we moeten dus nog steeds die dingetje vinden. Die ik nog steeds niet heb gevonden. Ik hoop trouwens niet dat dit ding leeg kan gaan. Maar dat zal wel weer. Of kunnen we die refuelen met die olie. Wat mij heel onlogisch lijkt. Maar dat doe je ook niet in het echt. Of nee, nee. Of doen jullie olie in een... ja, nee, je doet gas in een aansteker en niet olie. Maar, nee, loopt het hier weer dood? What the fuck, man? Ho. Ho, ho, ho. Wat gebeurde er? Wat gebeurt... Hallo? Hallo? Is hier iemand? Kerel, kan iemand mij helpen aan de uitgang? Ik heb geen flauw idee meer waar ik ben begonnen. Ik heb ook geen... Dat klinkt alsof er iets achter me aan zit. Maar dat, nee, dat is dus niet zo. Maar het scherm is opeens weer heel rood ook, hè? Of ligt het aan mij? Nee, dat ligt zeker niet aan jullie. Nee, helemaal niet zelfs, nee. Wat de hel, man. Waar moet ik ooit heen? Hier kan ik langs. Waar moet ik heen? Hier, nee.
Wat de fuck is dit voor raar spel, man? Wat is dit voor raar spel? Hallo, 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 Kiet, Pietje, Pietje, mine, 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 waar is de muur? Er is geen vloer! Er is geen vloer! Hè? Of werkt mijn muis nog niet meer? Hallo? Wat? Oh, ik loop nog wel, ik zag wat. Maar waar ben ik? Ik zie serieus geen ene rook meer op mijn scherm. Dit is toch echt pure baffianenneukerij. Ik zie toch niks zo. Oeh, wat was dat? Oeh, dit. Hallo? Je geile bitch. Ik heb chance, zie je dat? Hé, hey, ik heb hier een... Oh, kut, die wil ik niet kwijt. Ik heb hier een... We kunnen bij Guus Meeuwis met deze aansteken... Nee, niet? Oké, okay, dan niet. Hoe de holy tieten moet ik hier... Dit is echt een hele rare horror game. Ik loop hier nog steeds naar de grond te kijken. Met een zaklamp die niet werkt. Wat de hel, man? Hallo? Is er iemand? Ik heb een aansteker. Je moet bang wezen voor mij. Ik heb een aansteker. Ik heb een motherfucking aansteker. Ik heb een aansteker. Je moet er aansteker. Hey, kijk, ja, hey, dat werkt gewoon, hè. Ze zijn bang. Voor die aansteker. Voor die aansteker. Voor die aansteker. Ja, voor de aansteker. Kerel, je mag van mij. Dit is niet meer leuk. Dit is niet meer leuk. Ik heb het gevoel dat er straks zoiets in mijn gezicht springt waarvan ik denk... Bavianenneukerij. Ik heb hier geen zin meer in. Neuken is voor mij de beste oplossing. Nee. Ik heb geen vriendin. Nee, dan gaan we voor de rest niet over hebben. Hey, hallo. Is het gewoon de bedoeling dat je op een gegeven moment opgeeft en dan niet meer verder gaat of zo? Nee, ik ga mijn koeken opeten. Ik heb helemaal geen koeken, maar het maakt niet uit. Dat is gewoon een slechte excuus dat ik deze video kan beëindigen, want... Ik had wel wat meer verwacht van dit spel. Je kan het zelf... Je hebt zelfs op het begin dat je het kon... Huh? Nou, dat zou helemaal... Bavianenneukerij zijn. Ja. Dan loop je dan met een... aansteker. Nou ja, mensen. Dit was echt een heel raar horrorspel voor deze eerste enge zondag. Ik weet ook voor geen flauw benul iets... Hoe het op mijn computer is gekomen. Ja, ik zal het zelf ooit een keer geïnstalleerd hebben. Of gedownload hebben. Maar het stond ook nog eens een sippenstand en zo. Dus, nou ja. Mensen, bedankt allemaal voor het kijken naar deze comeback van Enge Zondag. Ik hoop dat je genoten hebt. Het was misschien een hele rare... Hallo? Nou ja, het zal wel. Ik hoop dat je genoten hebt van deze hele rare Enge Zondag. Doe even een duimpje omhoog. Als je dat hebt gedaan, laat een leuke reactie achter beneden in de comment section. En ben je nog niet geabonneerd op mij, druk dan even snel op het knopje abonneren dat hier beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte van mijn video's. En Enge Zondag, dat ga ik beloven dat het weer terugkomt. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei mensen!